gaan vandaag een quiz doen met deze topdames. Ze gaan samen 10 vragen beantwoorden om te kijken wie het meeste weet. Marisa, Rikita, zijn jullie er klaar voor? Zeker. Zeker. Gaan we. We starten bij vraag 1. Welk Europees vrouwenvoetbalteam sponsort Herbalife Nutrition op de shirts? Dus waar zijn ze een shirtsponsor van? Oh my god. Wordt spannend. Ik denk dat het dit. Oké. Ik heb drie. Het is niet goed. 2, 1. Tijd is om. Ja? Heel goed. Heeft zij het goed? Heb ik het goed? Heb jij het goed? 1-0 voor Nikita. Hoppa. Ik wist het echt niet. 1 punt gescoord. Ja. In welk jaar is Herbalife Nutrition opgericht door Mark Hughes? Dit heb ik gezien net. Denk ik. Heb jij het? Wacht. 3, 2, 1. De tijd is om. Damn! 2-0 voor Nikita. Nee! Echt? Oeh! 2-0. En goed rekenen. Voor mevrouw Tromp. We gaan door naar vraag 3. Luister goed. Uit welke 3 producten bestaat het ideale ontbijt van Herbalife Nutrition? Ja, dit weet ik. Deze ook sowieso de goed. Tijd is om. Dat is allebei goed, yes. Hè? Yes! Allebei yes. Goed. Yes. Uiteraard. Hun dagelijks ontbijt, dus ergens wel logisch. Ja. Oké. Okay. 2-1. Oh, 3. Sorry. 3-1. We gaan door naar vraag 4. Binnen hoeveel minuten na activiteit wordt er geadviseerd om de Rebuild Strength of de Rebuild Endurance in te nemen? Dus na je workout. Ready? Oké, okay, laat je antwoord maar zien. Wow. Heel goed. Dat is goed, hè? Binnen 30 minuten. Advies maar jij is altijd... moet een beetje met gelijk erbij. Dat is half. Het is gewoon. Kijk, daar begint de strijd. Fanatiek zijn ze, maar dat is niet erg. Ik keur het bij jullie allebei goed. Oké. Okay. Okay? 4-2. Ja. We gaan verder naar vraag 5. Cristiano Ronaldo is een van de vele sporters die de producten van Herbalife Nutrition gebruikt. Bij welke club staat hij op dit moment onder contract? Dat weet ik wel. Ja. Ja? Ready? Heel goed. Tof. Ja. Wist jij een goed antwoord? Nee. Dat is fijn, hè? Met rustig hun kwaliteit. Heel goed. Oké, okay. Juventus. Goed gedaan, dames. 5-3. Ja. Wordt nog steeds spannend. 6e vraag. Wat is de naam van de gezichtsverzorgingslijn van Herbalife Nutrition? Weet jij dit? Ik doe maar wat. 3, 2, 1. En go. Damn. Is dit heel goed? Ja. Nee. Ja. Nee. Dit stelt ze niet goed aan. Nee, sorry. Het is echt skin. Het is een skincare, maar skin is de naam. Oeh. 5-4. Een soort van refine. Oké. Okay. Daar gaan we. 5 punten voor jou. 4 voor jou. Nu wordt het echt spannend. Vraag 7. Per januari maakt ook de wereldkampioen judo uit Nederland deel uit de sporters die Herbalife Nutrition gebruikt. Wat is de naam van deze judoka? Supersterke vent. Vent. Ik help jullie een beetje. Maar voor- en achternaam, voornaam is goed, hè? Kijk maar hoe ver jullie komen. Wat zit hij? 3, 2, 1. Joop! Weet ik niet. Mijn is goed, hè? Maurice heeft het goed. Wat is de achternaam? Wat vinden jullie? Nee. Voor- en achternaam? Voor- en achternaam. Nee, okay. Voornaam. Nee, ik keur hem goed. Ja. Noël, jij van het zit met Joop. Oh, van het end was het, ja. Oké, okay. Okay, mooi. 5-5. Ja. Nu wordt het echt spannend, want we hebben er nog 3 te gaan. Vraag 8. Wat is de laatst toegevoegde smaak van de Formule 1-lijn shake smaak? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Dat wordt proeven volgende keer. Ja, als ik... Ja, ik doe dit maar eerst. Ja? Oké, okay. 3, 2, 1, go. Dit is chocola. Wat is het? Het was toch iets met frambozen? Champignon. Oh, nou ja, ik noem het champignon. Maar het is eigenlijk een harde smaak. Ik heb het wel gezien. Ja, nee, paddenstoelsmaak. Ja, smaak. Dat is wel heel anders. We blijven op 5-5, dus dit wordt spannend. Kunnen jullie dit nog aan? Ja, ja, ja. 2 vragen. Oké. Okay. Luister uit. Wat is vraag 9? Wat is dit seizoen het rugnummer van de internationaal en Herbalife member Dominique Jansen bij VfL Wolfsburg? Oké, okay, Nikit. 3, ja, okay, 2, sorry. 1, go. Oh, nee, we hetzelfde. Oh. Oeh, goed, goed, goed. Ja. Yes. Oké, okay, heel goed, heel goed, heel goed. Oké, 6-6. Oh, spannend. Dan wordt dus de laatste vraag of gelijkspel, of het wordt het beslissende antwoord.
Mm-hmm. Ja? Vraag 10. Welke Nederlandse plaats bevindt zich het distributiecentrum van Herbalife Nutrition voor Europa, het Midden-Oosten en van Afrika? Ja, 3, 2, 1. Go. Enschede? Nee, helaas. Allebei. Wat is fout. Dat? Het is in Venray. Oh nee, dat had ik ook nooit gekomen. Waar ligt dat überhaupt? Limburg. Ja, eerlijk, eerlijk. Oké. Okay. In Limburg, geeft niet. Maar dan hebben we dus wel gelijk spel. Ja. Wat we nu gaan doen, omdat jullie allebei evenveel punten hebben, mm-hmm. dus nog geen winnaar bepaald, gaan we de laatste benaderingsvraag doen. Dus wat we gaan doen, is jullie gaan gokken en een getal geven. En degene die het er dichtst bij zit, die heeft uiteindelijk gewonnen. Ja. Oké, okay, luister goed. Hoeveel gram eiwit zit er in 100 gram Rebuild Strength? Ik hoop het. Dit wordt spannend. Ja? Oké, 3, 2, 1. Oeh, wat is het? Het is 51 gram. Dus Marissa heeft gewonnen. Is het helemaal? Sorry. Dit is top, hè? Dit is het fanatisme van Nikita en de bescheidenheid van Marissa. Maar kijk even wat er gebeurt. Marissa is de winnaar van deze quiz. Gefeliciteerd, dame. Dankjewel. Dankjewel. Gefeliciteerd, hè. Serieus goed gespeeld. Echt, hè? Het was maar je begon een wel fractie. Goed, ja. Het is serieus een klein verschil. 6, ja. 5, maar ik... Ja. Nee, 7-6. Ik vind het al heel knap dat jullie zo dicht in de buurt zaten. Deze dames zijn hoe dan ook geslaagd wat betreft mijn mening op het uit de kennis van de producten. Kijk, dames. Thank you.